Even terug naar gisteren en het nieuws dat Lisbeth Homans, Vlaams minister voor armoedebestrijding, in 22 steden en gemeenten mensen de mogelijkheid wil geven om voor 1 of hoogstens een paar euro's warm te eten. Een van die gemeenten is Zele in Oost-Vlaanderen tussen Lokeren en Dendermonde. En dat vond onze reporter toch opmerkelijk, want Zele is een plattelandsgemeente en er wonen daar amper 20.000 mensen. En dat is niet alles, er komt ook geld voor een deradicaliseringsambtenaar. Dit is Zele, de Oost-Vlaamse gemeente die de voorbije weken heel wat geld heeft binnengehaald. Subsidies voor de 1-euro maaltijden en subsidies voor een fulltime deradicaliseringsambtenaar. En dat voor een gemeente van, oh god, 20.000 inwoners. Maar de krant De Morgen die noemt Zele vandaag een landelijke gemeente met grootstedelijke problemen. Ik denk dat het ongeveer een zestigtal huisjes zijn. En dat zijn sociale woningen? Dat zijn sociale woningen, dus ik neem aan dat die dikwijls eventueel in aanmerking kunnen komen voor maaltijden van 1 euro. Ja. Sociale woningen in Zele, het is geen grootstedelijke woontorenmiserie. Maar de 37.000 euro voor kansarmen van Vlaams minister Homans zijn welkom in Zele. Ook voor N-VA die hier in de oppositie zit. Een grote gemeente is het niet, hè? Een stad ook niet? Nee, wij zijn uiteraard een gewone plattelandsgemeente, 20.000 inwoners ongeveer, waarvan wel 20% allochtone mensen, meestal van Turkse afkomst. Ja. En we zijn uiteindelijk toch de tweede armste gemeente van Oost-Vlaanderen, dus die cijfers liegen niet. Ik denk dat het wel duidelijk is dat Zele een van de eerste gemeenten kan in aanmerking komen ervoor. Ja. Ja. Rijk is Zele nooit geweest. In de 19e eeuw was het vlas, textiel en verpauperde arbeiders. Vandaag is het kinderarmoede, slabbakkende middenstand en twee verdieners die vluchten naar Lokeren en Berlaren. Maar wat met die andere problematiek, de radicalisering? Hier staan we aan de café waar ze vorige maand dus met 15 zware gewapende mensen van de politie zijn binnengevallen. Omdat er, dat was net na de aanslag van 13 november. En er had iemand voor de grap iets op internet gezet. En die woonden hierboven. En daar is men dan binnengevallen. Blijkbaar was dat dan wat vals alarm. Maar goed, ja, het is wel gebeurd. Een merkwaardig verhaal. Op 17 november valt een speciaal interventieteam Café Magnifique binnen. De Turkse Zelenaar die toen werd opgepakt, werd snel weer vrijgelaten, maar lijkt nog steeds onder de indruk. Ik heb gewoon in september 3 geweer gelegd. Begrijp je, van Google gepakt. Een foto van geweer, ja. Op uw, ja, Facebookpagina. Inderdaad, inderdaad. Ik heb die gepakt. Ik heb dat op mijn Facebook gelegd. En daarna, die dachten echt aan... En daar komen ze de deur aan zo slagen en zo. En moet zeggen, terror. We zijn hier geboren en getogen, begrijp dat. Een bizarre historie waar het federaal parket verder niks over wil zeggen, behalve dan dat het onderzoek is afgerond. Kijk, Zele en Molenbeek kan dat niet meer, dat is anders, begrijp dat. Zele is klein. Het lijkt een understatement. En toch krijgt Zele een goede 53.000 euro voor een deradicaliseringsambtenaar. Samen in een lijstje met Vilvoorde en Antwerpen, maar zonder één enkele Syriëganger. Is hier eigenlijk wel een probleem? Het probleem van radicalisering, zo zou ik niet durven stellen. Maar er zijn tekenen van radicalisering. En dat is belangrijk. Onze politie heeft een lijst van in de 20 mensen die sympathieën hebben voor... IS en de Syrië-strijders en zo verder. Dus op basis van die lijst die bestaat, waar de politie hard rond werkt, hebben we eigenlijk die subsidies voor deradicaliseringsambtenaar aangevraagd. We hebben hem binnengekregen. We zullen eigenlijk in maart, dus zal die persoon hier in dienst zijn. Hoe concreet de radicaliseringsdreiging precies is, we komen het na een dag in Zele niet te weten. Beter voorkomen dan genezen hoor je hier. En in deze barre begrotingstijden lijkt de kleine gemeente vooral blij met elke euro.